Ja, goedenavond. Jan Klein, eventjes een oponthoud, want technisch was er iets niet helemaal zoals het hoorde. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. De zender die had zoiets van, jullie zorgen zelf maar dat je in de lucht komt, maar ik zorg er niet meer voor. Ja, dat was dus niet leuk. Dus dat was even een rare start van dit programma. Vereniging het nieuws op de vrijdagavond, maar we zijn er weer. En u kunt ons allemaal weer hopelijk horen. En we gaan natuurlijk zo beginnen met weer een vereniging. Zoals iedere vrijdagavond zit er weer een vereniging. En dit keer hebben we de Harmonie Orkest Brummen. En bij mij zitten aan tafel Georgie Mediati en Lisbeth Begonien. En die weten alles van dat orkest. Ik moet zeggen dat orkest, niet die orkest natuurlijk. Dat orkest. En ze bestaan ook al een hele tijd. En daar gaan we het ook straks nog eventjes over hebben. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar ons. En dan komt u alles te weten over Harmonie Orkest Brummen. En wat ze allemaal doen en wat ze misschien ook niet doen. Dat zou ook kunnen. En gelukkig aan de andere kant, daar zit Erik. En die werd al een klein beetje zenuwachtig omdat de boel niet werkte. En ik ook trouwens. Maar alles werkt weer, als het goed is. En hij start ook het eerste muziekje. Dat was even een lekker vlot begin van meneer André Rieu dan wel, Ouverture van Carmen. En in de tussentijd hoorde ik ook eventjes van de mensen hier aan tafel zitten dat hun zelf dit openingsnummer, dat hun dat ook spelen met het orkest Harmonie Orkest Brummen. Bij mij aan tafel zitten Georgie Mediati en Lisbeth Begonien. Goedenavond, welkom in de studio van Veluwe Zoom. Het orkest... Erik, dankjewel. Anders zijn de mensen het heel moeilijk te verstaan. Goedenavond nogmaals. Nogmaals, dankjewel. Het orkest, dat heb ik straks gehoord, dat bestaat al een hele tijd. Jullie gaan een jubileumconcert geven. Kun je in het kort heel iets vertellen over het orkest zelf? Wanneer het is ontstaan, voor zover je weet. Giorgio weet er alles van, werd er nu gezegd. Dus gewezen. Nou, ja. Nou, we bestaan dit jaar 50 jaar. We zijn opgericht in 1963. Ontstaan uit een fusie van twee andere verenigingen destijds. Mm-hmm. En dit jaar dus 50 jaar en gaan we veel activiteiten organiseren. Ja. Ja. En het orkest in de huidige vorm en met het huidige aantal leden, was het altijd al een vrij groot geheel of is het heel klein begonnen? Weet je daar iets van? Dat is natuurlijk alweer een beste tijd geleden. Hè? Ik heb het zelf niet meegemaakt hoor. Maar het orkest, het is altijd wel rond de 45, 50 leden
bestaan. En dat we nu bestaan, nu hebben we ongeveer in het orkest zelf tussen de 50 en 55 leden ongeveer. Maar de vereniging zelf bestaat uit 100 leden, want we hebben natuurlijk nog leerlingen. We hebben nog verschillende afdelingen binnen de vereniging, opleidingsorkesten, pretband natuurlijk nog. Ja. Dus, ja. En dat wisselt sterk of is het aantal vrij gelijk? Nou, het aantal blijft wel vrij gelijk. Er komen wat mensen bij, er gaan wat mensen af. Maar het laatste jaar zien we toch alweer een sterke groei zeg maar, van ons orkest. Mm-hmm. Dus we groeien ook letterlijk uit onze clubgebouwen. Ja. Dus in alle opzichten groei. Muzikale groei. Ja, groei aan alle kanten. Ja. Dus, en is het ook zo, wat je wel eens bij andere verenigingen ziet, een familieaangelegenheid? Laten we zeggen, pa speelt in het orkest en ma gaat dan op een gegeven moment meedoen. Zoon of dochter gaat ook meedoen. Ja, komt voor, hoor. Maar het is niet zo van dat wij ons bestaanrecht daaraan ontlenen. Maar... Nee, we hebben ook zelfs mensen van buitenaf die graag in ons orkest spelen. Ja. Net iets buiten Brummen. Maar het komt voor, ja. Ja. Maar het is niet het allergrootste draagvlak. Nee, oké. Maar vaak zie je dat wel, dat gewoon de kinderen dan eigenlijk... het wordt er met de paplepel ingegoten, om het zo maar te zeggen. Dat ze dus ook meegaan met hetgeen wat pa of maar doet. Ja, ja. Ah, het harmonieorkest is meer dan alleen een familieaangelegenheid. Dus oh, dat snap ik. Een dat groot snap ik. Ja, muzikaal ja, ja, ja. bestaan. En we willen vooral vandaag natuurlijk de aandacht vestigen op ons jubileumjaar. Hè? Ja, ja, want juist als je toch steeds die aanwas krijgt... en dat door blijft draaien, daar hebben jullie toch aan te danken... dat je al 50 jaar bestaat. Zeker. Ja. Hè, want als je die aanwas niet hebt en als je niet... iedere keer weer nieuwe heb, ja, dan houdt het een keer op natuurlijk. Dus dat is toch wel heel belangrijk. 50 jaar is natuurlijk een hele tijd. Er is een heleboel gebeurd. Ook qua dirigenten en dat soort dingen. Ik neem niet aan dat degene die er nu staat, dat hij er 50 jaar geleden ook al stond. Nee, we doen ongeveer met een dirigent doen we ongeveer 6, 7 jaar. Wat zeg je dat mooi te doen? Is hij daarna versleten? Of nee, totaal schoon aan de lat en helemaal zenuwachtig geworden van jullie? Of, Nee, ik denk dat het goed is dat je na een aantal jaren... dat we even een goede klik hebben met de dirigent. Als het goed gaat, gaat het goed. Ja. Maar we hebben gewoon de afgelopen jaren gezien dat als je 6, 7 jaar bij elkaar bent... dat het soms niet verkeerd is om eens een keer een andere dirigent ervoor te hebben staan. Dat houdt het orkest ook weer fris, zeg maar. Je krijgt nieuwe inzichten, nieuwe... Dus, en als je terugkijkt, met elke dirigent hebben we echt spraakmakende hoogtepunten beleefd. Ja. Qua concertuitvoeringen. En dan is het heel fris om weer een andere kijk, een andere visie. En weer meegroeien met de mensen die op dat moment muziek maken vooral. Hè? Ja. Ja, het is natuurlijk ook op een gegeven moment, de muziek is ook eigenlijk een beetje een mode. Artikel, om het zo maar even te zeggen, dat verandert ook steeds. En ik kan me voorstellen dat als je een dirigent hebt die er al, noem maar even wat, 35 jaar loopt, dat die misschien niet zo meegaat met de muziek als dat je zegt van ik neem weer een wat nieuwere dirigent die wat meer in de nieuwere muziek zit. Ik denk als een dirigent, net zoals een vereniging, steeds blijft openstaan voor progressie en steeds meegaat met de tijd, dat een dirigent dat zeker zou kunnen. Maar of dat op den duur gewoon... het muzikale effect geven voor een vereniging, dat is Diogo net uitgelegd. Dat komt toch meer uit van dat je denkt van, goh, we werken heel hard samen. En dan, zo'n dirigent maakt zelf vaak ook een hele grote groei door en kan vaak ook nog weer wat hoger op dan het harmonieorkest Brummen. Heel mooi. Ja, je kunt goed reclame maken, hè? Dat moet ook. Daar zitten we vanavond ook voor. En in ieder geval voor dat 50 jaar bestaan. Giorgio, hoe lang speel je zelf al mee? Nou, ik ben zo ongeveer 25 jaar lid. Dus ik speel ongeveer 25 jaar muziek. Ja. Dus je hebt ook een jubileum. Ja, nou ja, goed. Ja. Dit jaar. En Lisbeth? Ja, ik speel ook al heel lang in verschillende verenigingen. En ook al heel lang bij het Harmonieorkest Brummen. Ja. En hoe lang is hoe lang? Weet je, ik zei net van, is het relevant dat ik dat ga noemen? Want dan denk ik, er komt een mevrouw met een rollator binnen. Nou, maar kijk eens gewoon even op het beeldscherm. Kunnen ze zien dat die rollator er niet staat? Oh, oké, dag. Die ligt in de auto. Nee, wel meer als 40 jaar. En ik heb het 40-jarig jubileum ook uitgebreid gevierd. Ik vind het leven moet gevierd worden, een muzikaal leven ook. Ja. Dus ik heb er een leuk feestje van gemaakt. En jullie hebben er nog steeds allebei lol in om muziek te maken. Nou, heel veel.
Wat er allemaal gaat gebeuren met dat jubileumconcert, daar gaan we het zo even over hebben. Dat was weer een... wat zacht te zetten. Dat klinkt een beetje hard in mijn oortjes. Via de koptelefoon. En dat is niet zo prettig. Blame it on the boogie, de Jacksons. Een prachtig nummer. Lekker meezing. En ook misschien wel een luisternummer. Ik heb een lijstje opgekregen met muziek. En u weet, in dit programma is het gebruikelijk dat de gasten zelf de muziek kunnen uitkiezen wat ze graag willen horen. En ik begreep eigenlijk dat ieder nummer heeft wel iets. Daar kun je iets bij vertellen, George, of niet? Eigenlijk alle nummers die vanavond te horen zijn, worden ook ten gehoor gebracht tijdens ons concert. Mm-hmm. In steeds iets andere uitvoering dan het origineel natuurlijk. Zoals het nummer net, Blame It On The Boogie, wordt gezongen door de vriendin van onze dirigent. Terwijl wij zelf als orkest, als big band erachter zitten. Want het is eigenlijk de opzet van ons concert is eigenlijk dat je muziek eigenlijk in allerlei soorten en maten die er zijn, zeg maar, als een groot belevenis hebt in het concert.
En we beginnen met wat klassiekere nummers, zoals dit programma ook begonnen is, hè, met de overture van Carmen. En zo langzamerhand bouwen we uit naar een grote big band show. De bedoeling van het jubileumconcert is eigenlijk echt één grote entertainment. Een avondje uit in eigen dorp, zeg maar. Ja, het is echt meer dan een avondje uit in eigen dorp. Van, het is zo'n aangekleed concert. Van eigenlijk mogen mensen dit niet missen. Van, voor ieder is er wat wils. Het is een avondje uit en top. Het begint eigenlijk al bij aankomst. Want men krijgt een welkomstdrankje aangereikt. Men wordt naar binnen geleid bij de katholieke kerk waar het gehouden wordt. Zoals je een pretpark binnen zou gaan. Dat is heel leuk opgesteld met houten stellages, met tenten. Daar wordt de geschiedenis van het hop op tentoongesteld. Door middel van het uitprinten van doeken, foto's van alles. Dus de binnenkomst is leuk. Een drankje in de hand. De geschiedenis van het hop even langslopen. Een hartelijk welkom in de kerk. En dan kom je inderdaad binnen in een aangeklede kerk waar een heel mooi podium is gebouwd. Waar een heel mooi bioscoop-effect door gordijnen tentoongesteld wordt. En dan op zo'n mooi podium wordt dat Blemende in de Boekie gedaan. Met een podium ervoor waar bijvoorbeeld de vriendin van de dirigent ook kan zingen en heen en weer lopen. Ja, jullie zijn dus echt een stapje verder gegaan als het Harmonieorkest. Je hebt gezegd van bij zoiets dergelijks wat we nu gaan doen, dan ga je dus eigenlijk nog meer laten zien als dat je eigenlijk normaal laat zien als Harmonieorkest? Ja, ik denk dat we vooral nu even flink uitpakken ook met eigenlijk alle mogelijkheden die we binnen zo'n orkest hebben. Eigenlijk is er eigenlijk geen muziekstijl die we niet zouden aankunnen. Nee, laten we eigenlijk op die avond wel zien. Zoals wat klassiekere muziek, maar ook gewoon wat. Er komt ook een balletschool die mee gaat dansen met een nummer. Er wordt verder met solisten wordt gezongen. Het wordt eigenlijk alsof je gewoon naar een theatervoorstelling zou gaan. Ja. Zeg maar. Dus we pakken wel wat meer uit dan gebruikelijk inderdaad. Maar wel eigenlijk gewoon daarmee laten we eigenlijk zien hoeveel beperkingen. Of dat er geen beperkingen zijn in het Harmonieorkest daarmee. Nee, en de mensen heel dichtbij gezocht. Hè? Van de mensen die meewerken, dat zijn mensen uit de betere koren, vriendinnen van een vriend uit de pretband, een vriendin van onze dirigent, zoals gezegd is. Er wordt gedanst door iemand die heel dichtbij onze pretband ondersteund heeft. De balletschool komt van heel dichtbij. Dus er is eigenlijk heel veel kwaliteit heel dichtbij gezocht en gebundeld met onze kwaliteit. Dus het wordt gewoon één spetterende show. Ja. En je zei het straks zelf al eventjes. Iets waar wat men gewoon niet kan missen. Je moet erheen. Ja, want je denkt altijd van, ach, misschien hoort dit niet zo bij mij. Of misschien vind ik dit niet zus of zo. Ik weet zeker als mensen die avond komen, dat er voor hun zoveel te beleven is aan muzikale kwaliteit, aan hoe iets gebracht wordt, hoe iets ondersteund wordt, hoe iets warm en goed aan kan voelen. Dat ze daarna gewoon met een gevoel naar huis gaan van het Harmonieorkest Brummen. Zo, daar ben ik geweest dat staat, en dat stond. En, ja. dat gewoon in Brummen. Ja, en dat gewoon in Brummen, ja. Je zei net al dichtbij gezocht met alles wat omheen zit. Aan zangeressen, dansen en zo. Dat houdt dan in, die komen ook echt uit Brummen. Of in ieder geval uit de gemeente Brummen. Ja, heb je het echt zo dicht bij huis gezocht? Ja, dat klopt. Ja, de balletschool komt uit Dieren. Dat is iets verder weg. Iets verder weg. Ja, maar zij heeft altijd in Leuvenheim gewoond. Of ja. in Oeken gewoond, sorry. Ja. En dat is Brummen. Ja, ja, precies. Of men heeft een band met Brummen, of men komt uit Brummen, of dichtbij Brummen. Dus we hebben ook echt daarnaar gezocht dat je kunt ook wel gaan zoeken naar een groot artiest bijvoorbeeld, om daar jubileumconcert mee te doen. Maar we willen gewoon echt dat we zelf ook gewoon centraal staan als jubilerende vereniging. Dus ja. En daarmee lijkt het ons gewoon hartstikke leuk om het gewoon met mensen te doen die dicht bij je vereniging zelf staan. Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En inderdaad, je zei het al op een gegeven moment. Het orkest dat jubileert. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En de rest is eromheen gebouwd. Maar wel zodanig dat het een show wordt die gewoon iedereen moet zien. Dat is een goede samenvatting, ja. Ja, precies. En dit is maar één onderdeel van ons jubileumjaar. Hè? Er wordt eigenlijk nu één avond uitgelegd. Maar het is één
groot geheel van activiteiten. Het hele jubileumjaar. Voortbordurend op alle grote activiteiten die we ooit alles hebben gehad. Ja, nou, wat jullie nog allemaal op stapel hebben staan en waar je dat nog het een en ander over kunt vertellen, gaan we het zo nog eventjes over hebben. Er staat als goed is weer een lekker stukje muziek klaar. Erik die knikt, die zegt ja, dat staat. Nou, ik zou zeggen, Erik, laat me horen.
Vereniging in het Nieuws. Iedere vrijdagavond tussen 8 en 9 uur. Ja, dat was Karl Kraaienhof. Die kent iedereen, denk ik, in Nederland wel. Als we alleen maar aan het traantje denken bij Maxima, dan weten we allemaal waar we het over hebben natuurlijk. Hebben jullie ook zo'n Kraaienhof in het orkest zitten? Of, Nou, weet je, natuurlijk is het nu heel actueel, hè? Vooral nu met de kroonswisseling is geweest. En heel bijzonder wie bij ons dat gaat spelen natuurlijk. Mm-hmm. Van jongs af aan heeft de broer van Giorgio Romano bij ons gespeeld. Ik heb hem zien opgroeien van heel klein met een gitaarplankje onder de voeten tot een supergroot talent wie alle solos kon spelen op zijn klarinet. En wie op vele instrumenten zo getalenteerd was. Hij is doorgegaan voor dirigent. Hij heeft overal gestudeerd tot in het buitenland toe. En heeft nou naam en faam bij orkesten. Mm-hmm. En dan komt hij nog even terug bij zijn basisorkest. En daar gaat hij dan op zijn speciale instrument dit vertolken. Nou, zijn we super trots op. Dus ik denk, dat promote ik even. Want dat is natuurlijk lastiger als broer om te zeggen van, ik ga mijn broer eens even flink in het daglicht zeggen. Maar ik ben echt super trots op hem dat hij dat komt doen. En dat gaat echt heel spetterend worden. Dus misschien valt er bij ons ook wel een traantje. Ja, maar buiten natuurlijk dat het in de familie zit, is het sowieso natuurlijk leuk dat hij toch nog weer aan zijn basis, waar hij ooit is mee begonnen, dat hij daar toch aan terugdenkt en zegt van, daar wil ik toch nog een keer wat voor doen. Ja. Nee, dat is oude liefde roest niet. Want hij heeft daar veel meer gedaan dan alleen muziek gemaakt. Dus hij heeft daar ook zoveel vriendschap liggen en activiteiten gedaan waar de vereniging groot door is geworden. Ja. Dus dat is echt heel leuk. Dus het is iemand die heel veel gedaan heeft voor de vereniging en nog steeds zich verbonden voelt met het orkest. Ja, in bepaalde opzichten natuurlijk. Ja, zeker, okay. Die samenwerken wil die zeker voor ons bewerkstelligen. Heel mooi. Dat bestaat, zulke dingen, dat is heel leuk natuurlijk. Dat iemand zo toch een beetje trouw blijft aan hetgeen waar hij ooit is begonnen en een heleboel heeft geleerd natuurlijk. Ja, dus straks werd al eventjes voor het muziekje aangehaald. En ik zeg nog maar eventjes, we hebben vanavond de gast Harmonieorkest Brummen. En bij mij aan tafel zit Giorgio Mediati en Lisbeth Bourgogne. En wij hebben het er straks al even over gehad over allerlei concerten en andere zaken die jullie allemaal organiseren in het hele jubileumjaar. Kun je een tipje van de sluier oplichten waar jullie mee bezig zijn? Ja, we kunnen het zo afwisselen. Want Giorgio is met het eerste concert, heeft hij de hele regie gehad. Dus dat kan hij even toelichten. En dan lopen we zo het jaar even door. Even. Nee, we hebben nog een half uur. Dus. Okay, we zijn dit jaar al begonnen met een groot nieuwjaarsconcert. We hebben samengewerkt met Vrouwenkoor Phoenix en met Fraternité. Mm-hmm. Ook beide jubilerende verenigingen. Ja, klopt. En het was hartstikke leuk. Het was in de sporthal in Riendeoord. Waar we een leuk concert hebben. Echt een nieuwjaarsconcert. En eigenlijk de eerstvolgende activiteit is eigenlijk volgende week, waarin we een receptie hebben voor ons 50-jarig bestaan. Iedereen die wil is bij deze ook nog eens uitgenodigd. Van 7 tot 8:30 in de Vrolijke Frans. Volgende week zaterdag. 11 dat mei. Dat weet ook iedereen te vinden. Dat weet nu iedereen, ja precies. En daar hebben we een receptie om even stil te staan bij ons 50-jarig jubileum. Waarna we voor eigen leden nog een grote feestavond hebben. Dus dat hoort er ook natuurlijk wel bij. Nou, en dan komt het grote jubileumconcert waar we al wat over gezegd hebben. Ja. Maar dat is dan voor het groot orkest. Precies, daar zitten en we deze avond voor om te promoten. Precies. Ja, en dan hebben we ook echt al heel lang de koppen bij elkaar gestoken om het opleidingsorkest gewoon een volwaardig concert te geven. We willen daar gewoon een nieuwe weg mee inslaan, om dat eigenlijk elk jaar te doen, een beetje een thema. We hebben het concert genoemd Sterren van de Toekomst, want inderdaad, we hebben het over gehad, daar moeten we het van hebben, daar zit ons talent, daar zit onze toekomst. En we hebben dat in een thema gegoten. Daar wordt ook weer samengewerkt met een ballet, met een dans. Er wordt de toneelschool werkt daarmee samen. Die gaan wat dingen uitbeelden. Er komt doek achter, begeleid met beelden. Ik ga dat zelf met Han. We hebben zelf het eindoordeel zeg maar, van het
of de eind, eindregie. Eindregie, of? Dat woord zoek ik. Van dat concert gaan we ook samen presenteren op een ludieke wijze. En we gaan daarmee de scholen rond, de flyer gaat de scholen rond. We willen heel graag de doelgroep ook binnen hebben wie op zo'n concert hoort. Want de jeugd, het is voornamelijk jeugd. We mag eigenlijk geen jeugdconcert noemen, want er zitten ook volwassenen bij. Dus het is een opleidingsorkest. Mm-hmm. Maar toch, we willen heel graag de doelgroep, dus op dat orkest de jeugd binnen hebben. Dus we mogen daar ook mee door de scholen heen met een bepaald dansje en een muziekje en een flyertje. En dan hopen we dat ook heel mooi te vieren. Het wordt helemaal aangekleed. Ze gaan nog een knutselmiddag. Ze kleden het zelf aan. Het is opgezet vanuit hun wensen. Ze mochten een muzikaal dagboek invullen. En dan mochten ze invullen, zo komt ons jubileumconcert eruit te zien. En we proberen alle wensen te voldoen. En ik denk wel dat het een heel mooi concert wordt. En dan hebben we het volgende. Dat is 15 juni, hè? 15 juni. Oh, inderdaad, heel belangrijk. 15 juni is dat. 15 juni, oké. Okay. Op Inplein 5. Ja. Nou, er zijn misschien nog veel meer dingen die jullie nog weer organiseren en doen in het jubileumjaar. Gaan we het zo nog even over hebben.
Ja, dat was Let Be Entertain You, Robbie Williams. Nou, dat was een heftig nummer. Giorgio, zoiets heftig zullen jullie wel niet ten gehoor brengen, of wel? Nou, uiteraard wel. Nee, ik had al zo'n vermoeden, want het stond op het lijstje. Dus ik denk, nou, dat zal ook wel weer zoiets zijn. En je moet je voorstellen dat je voor de pauze wat klassiekere nummers hebt gehad en wat meer wat Spaans getinde nummers hebt gehad. En dan heb je net pauze gehad waarbij je even wat jazzmuziek hebt gehad in de pauze live. En kom je de zaal binnen en dan gaat het gordijn open en dan is het Let Me Entertain You. Dus gelijk een knallend festijn waarbij we zelf als harmonieorkest zijn getransformeerd als big band. Ja. Met een combo en alles erop eraan en met zanger. En dan starten we met Let Me Entertain You. Dus dan gaat gelijk het dak eraf. Ja. We zijn er ook gewoon heel iets anders aangekleed. Van, we hebben eigenlijk een hele spannende titel gezocht voor dit concert. En na veel wikken en wegen durfden we toch aan om het gewoon 50 tinten goud te noemen. Nou, ik denk dat er heel wat dames in het wie nu luisteren misschien een lach op hun mond krijgen naar aanleiding van het boek misschien. Maar 50 tinten goud, actueel naar aanleiding van het boek, maar zeer gespitst op ons orkest. Want we hebben ongeveer 50 leden, we bestaan 50 jaar. Wij toveren ons dan ook om met een tintje goud. Mm-hmm. Dus iedereen doet iets aan zijn uniform wat we hebben of aan zijn pak. En mag gewoon een tintje goud tevoorschijn brengen. En wij gaan verder met onze geweldige gouden nummers na de pauze. Nou, dit klinkt in ieder geval al hartstikke goed. Als jullie het net zo brengen als we het net gehoord hebben, dan moet het toch een groot spektakel worden. Nou, ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja, zeker. Ja? Of nog beter zelfs. Nou ja, goed. Nou, beter hoeft niet. Anders. Op onze eigen manier. Zeker goed. Precies, ja. Zeker. Dus ik merk hier wel uit die keuze dus ook. En als mensen vanaf het begin af aan geluisterd hebben, dan kunnen ze dat zelf ook een beetje merken. Dat jullie gaan dus inderdaad vanaf, zeg maar, het klassiek heel langzaam een hele andere kant op. Met de muziek in die jubileumshow. Ja, nee, zo is het eigenlijk wel. Het programma is ook wel zo opgebouwd dat je klassiek begint, maar ook langzamerhand steeds meer invloeden hebt. We hebben dan wat meer voor de Spaanse kant gekozen in het eerste deel van het programma. Maar wat dan wel eindigt voor de pauze met een Spaans big band-achtig nummer. Dus we bouwen wel heel langzaam op. Zodat je eigenlijk echt naar een voorstelling zit te kijken. Als Ja, het is wel spraakmakend klassiek. Hè? En spraakmakende komt natuurlijk ook door de ondersteuning van. We hebben echt een heel mooi harmonieorkeststuk erop staan. Wat dan misschien het meest klassieke is wat bij harmonieorkestmuziek past. Maar dan komt het ballet op te dansen. En dat is een stuk, dat zijn eigenlijk 5 vlinders. En dat wordt heel mooi vertolkt door het ballet. Dus visueel is er ook gewoon van alles te beleven. Hè? Ja, de mensen kunnen volop genieten. Ze hoeven niet alleen maar, laten we het even zo zeggen, hun oren mee te brengen, maar hun ogen ook. Want er is gewoon alles te beleven. Ja, en vooral omdat we een verhoging in die kerk hebben. Hè, hoeven mensen ook niet te rekken. En het stadion-effect van ik moet nog weer gaan staan, wil ik iets goed kunnen zien. Iedereen kan ook alles zien wat hij graag wil zien. Ja. En vooral ook de hele avond door, hè, zoals je net ook eigenlijk al zei. Hè, want je komt aan en je wordt al gelijk meegenomen in de geschiedenis van het Rob. En in de pauze is er muziek. En het gaat zeg maar door totdat je de kerk weer verlaat. Ja, en de afloop is er gewoon absoluut nog aandacht voor een heerlijk drankje wat onze vrienden altijd voor ons serveren. Met een hapje en alles erop en aan zoals mensen, bezoekers gewend zijn. Nee. Wie naar het harmonieorkest Brummen komt, kan gewoon heel gezellig nababbelen met een hapje en een drankje in hele goede sferen. En die kan dan eens even lekker nababbelen van wat hij er allemaal van vond. En eventuele opmerkingen. Dat zegt, dit hadden jullie zo moeten doen of zo moeten doen. Want dat zul je natuurlijk altijd wel blijven houden natuurlijk. Nou, ik denk vooral uit ons dak gaan. Ik denk, zo, dat hebben we gedaan. Dat hebben we meestal als we grote concerten geven. Nou, dan zijn we echt zo trots op onszelf. Klinkt dan een beetje te veel. Maar dat we denken, zo, dat hebben we gedaan. En daar is een drankje wel op zijn plaats. Want als zulke dingen lukken, dan is dat gewoon dat is een 1000 prestatie, uren werk natuurlijk. Met z'n allen. En dan is het een prestatie. En dan is dat verbroedering. En dan is dat muzikale vriendschap. En dan is dat gewoon even heerlijk napraten. Ja.
Nou, hoe lang zijn jullie nu al bezig om dit te organiseren? Ik denk niet dat je gisteren ermee begonnen bent. Nou, eigenlijk... Nee, we zijn eigenlijk begin vorig jaar eigenlijk begonnen met de grote lijn uitzetten van wat willen we nou eigenlijk allemaal in het jubileumjaar doen. Ja. Want het is dus niet alleen het jubileumconcert, maar ook voor elk wat wils binnen de vereniging, maar ook voor het publiek wat we aantrekken. Dus ja, we zijn vorig jaar eigenlijk zijn we al begonnen met de planning te maken. En we hebben ja, onze vaste groep wat opgedeeld in wat subgroepjes om in ieder geval alles georganiseerd te krijgen. En nou, nu staat alles staat eigenlijk wel op de rails. En, ja, we zijn ook als concertcommissie goed op elkaar ingespeeld. Dat je ook weet van wat we aan elkaar hebben. En nou, ja, dat is ook wel, ja, ook wel hartstikke goed dat je op iedereen kan bouwen. Zeg maar. Ja, gedragen door de leden. Ja. En we waren net blijven steken met ons eerste half jaar. Maar het tweede half jaar gaan we eigenlijk net zo spetterend verder. Want we hebben nog een uitwisselingsconcert met Duitsland. En we gaan nog 24 uur muziek maken. 24 ja. uur muziek ja, maken. Uur is dat, om een bepaalde reden dat je dat gaat doen? Of doe je dat ergens voor? Of zomaar? Nou, voor het gebouw. Ja, dat is inderdaad vooral omdat we... ons gebouw is ook toe aan nodige vernieuwing, verbouwing. Of in ieder geval groot onderhoud. En dus we gaan 24 uur muziek maken om zoveel mogelijk geld bij elkaar te blazen. Ja. Om dat ook te gaan... om de komende 25 jaar weer in een prachtig gebouw verder te kunnen. Hè? Want dat is natuurlijk ook zo. We groeien uit ons jasje en wie weet wat er allemaal... Het moet sowieso opgeknapt worden. En het past natuurlijk hartstikke leuk in zo'n jaar. Hè? Van als je al zoveel leuke spraakmakende dingen hebt... om dan ook nog eens zo'n broest erin te gooien van... nou, we gaan met z'n allen even dag en de nacht muziek maken... En wanneer gaat dat gebeuren? In het weekend van... 12 en 13 oktober. 12 en 13 oktober. Van dus 8 tot 8. Gelijk in de agenda noteren. 12 en 13 oktober. Dan spelen ze 24 uur lang. En u moet gewoon een dikke portemonnee meebrengen. Dat is de bedoeling. Ja, vooral vooraf. Hè? Van, we schieten mensen zo links en rechts vooraf eens aan. Van, wilt u mij sponsoren? Want ik ga toch wel proberen die 24 uur vol te maken. U kunt me per uur sponsoren. U kunt ook zeggen van, nou, tof dat je dat gaat doen. Ik zet gelijk dat bedrag erop. Nou, en als we dat hebben gehad, dan sluiten we het jaar helemaal spetterend af. Hè? Met een oudjaarsconcert die Mega Hop 50 gaat heten. Waarin we alle zowel bekende nummers als... nummers die we altijd nog een keer willen uitvoeren gaan spelen. Uit de top 2000. Ja. Ja, dat wordt heel spraakmakend. Maar ja, dat is namelijk dan, als je dat zegt, top 50, dan moet je nogal natuurlijk. Hoeveel uur ben je dan aan het spelen? Nou... Nee, maar het wordt in één concert, in één avond, natuurlijk ja. Gewoon normaal concertprogramma gegoten worden. Dus dat is maar... Nou, hetzelfde als eerder de top zoveel en de top 2000... We lichten daar gewoon enkele nummers uit. Het wordt heel democratisch gedaan. Iedereen mag gewoon zijn beste nummers, top 2000... en beste nummers alle tijden hop indienen. En daar komt gelijk een aantal nummers uit. Maar we beginnen wel bij nummer 50 en we eindigen bij nummer 0. En het progressieve daarin is... van er wordt een lijn geopend in dat concert. En in het concert mag er dan ook nog meegestemd worden. En het nummer wat gewoon dan op 1 nogmaals gespeeld wordt... dat komt van de mobieltjes uit de zaal. Ja, een soort interactief concert. Ja, dat is weer gewoon lekker nieuw in de regio, lekker nieuw in Nederland. Ja, jullie hebben volgens mij binnen jullie clubje een aantal mensen zitten die heel creatief zijn. Als ik zo hoor wat jullie allemaal organiseren. Ja, wij zijn afgevallen, maar wat we achter thuis hebben gelaten, dat is helemaal... mensen weten gewoon niet van ophouden met het bedenken. Ja. En dan, dat is toch heel mooi, of niet? Want dan hou je wel een vereniging draaiende mee. Ja, er zijn heel veel mensen van... Goh, als je zo het orkest visueel of in gedachten doorgaat... denk je, jongen, van wat een steun en wat een plannen. Dus die zijn er altijd en dan moet het gebundeld worden door de commissie... en dan komen de daadkrachtige uitvoeringen daaruit tevoorschijn. En dan krijgen we weer draagkracht terug vanuit het orkest op de... Ja, en van buiten het orkest van heel veel mensen... die allerlei gigantische activiteiten voor ons verrichten. Ja, het is allemaal prachtig geregeld binnen het Harmonieorkest Brummen. En kijk even op het klokje. Het schiet er weer op. Het uurtje is ook weer zo voorbij. We gaan nog even een stukje muziek horen en dan...
praten we nog even verder over nog een aantal zaken die gedaan worden bij het Harmonieorkest Brummen. Heeft u als organisatie of instelling iets te melden? Stuur dan uw mededeling minimaal 2 weken van tevoren naar RTV Veluwezoom, postbus 43 6960 AA in Eerbeek. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Hands of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Ja, prachtig nummer, maar toch draaien we maar even weg. Anders komen we helemaal in tijdnood. We hebben natuurlijk al wel een aantal minuten verloren bij het begin van het programma. En dan zouden we niet alles kunnen vertellen. Dus we gaan gauw verder met Harmonieorkest Brummen. We hebben al van alles belicht over hun jubileumconcert. Ja, ik zou zeggen, een van de twee. Zijn we nog wat vergeten? Wil je nog eens even extra de data en tijden noemen wanneer er iets is? Dan kunnen we dat nog eventjes doornemen, zodat de luisteraars precies weten waar ze moeten wezen. Nou, we wisselen elkaar wel even af. Dat kan. Of vullen elkaar aan. Je hebt 4 minuten, dus dan mag, okay, mag je dat rustig nog even doen. Per woord of? Nee. Nou ja, goed. Ons jubileumconcert. Iedereen van harte uitgenodigd. 25 mei in de Katholieke Kerk in Brummen. De kerk is open vanaf 7:30. En voor een spetterende show, avondje uit in Brummen. Kaarten zijn vanaf komende week verkrijgbaar bij onze leden. Kosten €12. Kunnen ook verkregen worden bij een Primera in Brummen. Vol is vol. We denken dat we op tijd uitverkocht zijn. Het concert is het meer dan waard. Mensen geven ook wel eens zoveel uit om naar Zutphen te gaan, naar de Hanzehof. We hebben het gewoon heel dicht bij huis gehaald. Dit is het concert waar u moet zijn. Nou, betere reclame kan haast niet, hè? Dus u moet gewoon gaan.
Nog andere zaken, datums die je wil noemen, dat mensen eventjes kunnen noteren. We hadden in ieder geval in oktober hadden we de net wat over wat waar ze in ieder geval naartoe moesten, de 24 nou, uur. Nou, we hebben heel graag publiek natuurlijk bij ons sponsorblazen. Maar we hebben veel liever dat mensen ons willen sponsoren. Voor oktober, voor het sponsorblazen. Maar ik wil zelf nog heel graag erop attenderen van mensen die nu luisteren en wie zeggen van, goh, ik wil heel graag zien hoe de sterren van de toekomst, de jeugd van het Harmonieorkest Brummen zich presenteert. Die kan terecht op 15 juni in plein 5, aanvang 7:30. Het is een kort concert. Het accent wordt ook gelegd op dat jeugd even na kan blijven. Er wordt wat lekkers geserveerd. Het wordt wat leuks wat er bij de intree gegeven. Er zit een drankje bij de entree. Er zit wat lekkers bij. De entree is zo laag mogelijk gehouden. Ook samenwerking met vele factoren. Met de toneelschool, met de ballet en de dans. Hebben we de intree op €4 kunnen houden. Deze kaarten komen ook te zijner tijd in omloop. Ook via de leden, ook via onze jeugdleden. Nou, heel graag ook daar onze aandacht voor. Ja, ik wil toch nog even terugkomen op die 24 uur. Als mensen dat willen sponsoren, dus hoe kunnen ze dat? Via jullie website of zo? Of hoe gaat nou, dat? Elk lid heeft al een sponsorlijst in huis. Ik heb zelfs al verschillende sponsors die mij hebben gesponsord. Daar kun je je naam op invullen. Dan kun je zeggen, nou, ik denk dat deze mevrouw, deze meneer, dit familielid, deze neef, deze nicht, deze vriend wel 23 uur vol kan houden of 24 uur of 10 uur. Ik ga hem per uur sponsoren. Ik zet bijvoorbeeld €1 per uur erop. Dan is het de spot om zoveel mogelijk uren te spelen. Ja. Dus elk lid heeft eigenlijk al kun je al aanschieten van, ik wil jou sponsoren voor dat sponsorblazen. Maar je mag ook zeggen van, gewoon één bedrag. Ik vind het zo tof dat jullie dat doen. Ik wil hier aan meedoen. Ik sponsor je voor dat bedrag. Ik betaal vooraf, hoef je het ook niet op te halen. Maar het is natuurlijk ook heel leuk per uur. Dus iedereen wie iemand kent van het Harmonieorkest Brummen, of wie op het concert is geweest, of wie ons ziet optreden met de pretband, of wie op wat voor wijze dan ook een aanmerking of een aanraking komt met ons Harmonieorkest of met een lid daarvan, kan zo iemand aanschieten en nou, die schrijft dat op. En dan staat het vast. Goed, nou, we zijn bijna door de tijd heen. George, zijn we nog iets vergeten? Wil je nog gauw even? Je hebt nog een 40 seconden om iets te zeggen. Ja. Nou, wat misschien nog wel volgende week, zaterdag 11 mei, onze receptie. 50-jarig bestaan. Iedereen die wil belangstelling heeft, is daarvoor uitgenodigd. Tussen 7:30 en 8:30 in de Vrolijke Frans. Dus misschien nog goed om dat nog eventjes gezegd te hebben. Ja, ja, dat is en mooi. We hebben er onwijs veel zin in dit jaar. Dus, En nou ja. Iedereen die nu geluisterd heeft, uitgenodigd 25 mei doen. 25 mei moeten ze allemaal komen. Ze moeten die nacht moeten ze sponsoren en ze kunnen naar de receptie toe 11 mei. Ik wil jullie bedanken voor de komst hier naar de studio. Ik wens jullie heel veel succes met alles wat jullie op stapel hebben staan. En dat is een heleboel. En wie weet tot de volgende keer dat jullie weer wat te melden hebben. Gaan we gauw afsluiten, want het is bijna voorbij het uurtje. Volgende week maandagmiddag tussen 1 en 2 uur kunt u dus op 6 mei deze uitzending nog een keer terugluisteren. En u kunt hem sowieso ongeveer 3 weken lang via de website, uitzending gemist, onze website, terugluisteren. Volgende week dan gaan we natuurlijk gewoon weer verder met een vereniging. Dan hebben we Kiem uit Eerbeek. Kiem, dat heet Kinderen in Eerbeek, maken muziek. Dus dan gaan we het weer over muziek hebben. En dat wordt ook weer een hele interessante uitzending. Dus u moet gewoon weer gaan luisteren. Erik, weer bedankt voor de techniek. Zometeen rondstellend met zijn X5. En blijf gewoon lekker luisteren naar Veluwezoom. Want dat is de enige zender waar u naar moet luisteren. Tot de volgende week maar weer.